Het is nu zondagavond, bijna 7 uur. En Mirte, Mark en ik, we hebben 25 uur niet gegeten. En we leven nog, het gaat goed, we kunnen nog wel wat. Maar het is wel zwaar. Wat, hoe vond jij het gaan, Mirte? Nou, ik had vanmorgen ging naar de kerk en toen was ik er echt meteen klaar mee. Ja. Maar daarna ging het een stuk beter. Dat had ik al verwacht, want ik ontbijt altijd behoorlijk. Ah, okay. En dat moet je dan ook missen. Dat viel tegen. Maar 's middags ging het redelijk. Ja. Ik heb de laatste 2 uur of zo dat ik denk, alle geuren. En Sjane was heerlijk dingen aan het koken. Moet je kijken, die geuren die komen dan je neus in. De kinderen waren al eerder aan het eten, dus dan gooi je, heb je zo'n bord met kinderen. Moet je kijken wat lekker. Oh, ja. Dit zit gewoon, er zit gewoon een uitje hier en een stukje, dat heb ik een klein beetje in de container gegooid. Maar het is echt gewoon zonde, dat besef je dan ineens weer. Ja. Wat een zonde het is om zo'n klein beetje weg te gooien. Oh, ik ga echt heel erg genieten van de eerste hap. Ik ga ook lekker eten zometeen. Dus, en dat water ben ik ook een beetje zat. Ja, precies. Even wat smaak. Cola, ja, lekker. Je kijkt lekker chips. Oh, heerlijk. En hoe laat is het? Het is wel 7 uur. Als jullie lang bidden, dan kun je na het... Ja, oké. Nou, dat is goed. Ja. Hebben jullie plekken waar je graag zit? Slapjes. Ik heb suiker echt het meest gemist. Ja, denk ik wel, ja, precies. Ja, eet lekker hoor, je hoeft niet te beleefden. We zitten er nou al te wachten tot je erin heeft. Suiker. Je hebt gewoon het recht om een lekker hapje te eten. Mmm. Water loopt in mijn mond. Hier is de eerste hap. Anna! Inderdaad. Hebben we hier nog wat van geleerd? Ja. Wil je ook echt weten? Ja. Nou ja. Het is wel duidelijk, geloof ik. Ik ga eerst één. Ja, dat ga ik ook. Ja, dank je.